Dus influencers zijn op zichzelf staand al hartstikke cringe. En laat staan dat je ze dan in het echt tegenkomt. Want stel je komt ze dan tegen in het echt en zie je een beetje de behind the scenes van een Instagram foto, van een TikTok, van noem maar op. En daar kun je nekharen wel eens recht overeind van staan. En daar gaan we naar kijken. Influencers in the Wild heet het X-account, want Twitter is geen ding meer. Lekker met een selfie stick bij een historisch gebouw en je workout shirt heb je aan. Ja. Lekker bezig. Ik heb geen idee welk gebouw dat is, maar indrukwekkend is het zeker. You can have another baby. You might not ever get another opportunity to get a picture like this. Nou, er staat gewoon een baby onbewaakt, maar even een fotootje maken met de popo op de straat. Ja, ja, verantwoord, hè? Condooms zijn ook verantwoord. A perennial favorite. Just turn the volume up, you won't regret it. Happy Black History Month. So, I just finished 6.25 mile run. Why do some people look so cute when they run? I mean, I've got my... Move, bitch! Get out of my fucking way! It's Black History Month! Je staat wel op straat, hè? Het is, dat plekje is niet van jou. Zijn manier van reageren was natuurlijk comedisch, hilarisch. Goede timing, vind ik fijn. Beetje grof, hè? Maar we laten dat schieten voor het filmpje. No one in allowed past this point unaccompanied. Bathroom is locked due to TikTok challenge. Please request a key at the front desk. What? What the fuck? Wat is daar gebeurd? Pumpkin spice season is upon us. Dit is in oktober getweet. Waar ging de cameraman heen? Ik was hem compleet kwijt, maar ik zat er ook niet op te letten. Maar hij gaat compleet uit frame. En ja, het is gewoon vreemd om te zien, om dat zonder muziek te zien gebeuren. Dat je zit van, oh, ja, oké. Okay. Ja, ja, uiteindelijk weet je, doe je ding. Ik weet niet of de muziekclip of wat de bedoeling ook is, het goed zal doen dat je constant mensen eromheen ziet in hun natuurlijke habitat. Maar ja, weet je, zoek het uit. Bro, she was like 3 inches away from the train. Lekker een foto maken bij de trein, zodat je lekker geschept kan worden. Om vervolgens op de blinde geleidelijn te gaan staan. Er is zo'n Duitse account, hè. Volgens mij... Oké, er is zo'n Duitse guy. Die is blind. En die filmt zichzelf vaak genoeg als hij over die lijn heen loopt. En dan heeft hij natuurlijk zijn stok om zichzelf te begeleiden over die lijn heen. En zoveel mensen staan op die lijn die het gewoon niet doorhebben. En tuurlijk, hoe groot is de kans nou dat je een blind persoon tegenkomt die op dat moment dat jij daar bent, op dat tijdstip, op die locatie, die lijn nodig heeft? Is een hele minimale kans. Maar om er een beetje rekening mee te houden en niet verontwaardigd te reageren als je op je kuiten wordt getikt, helpt wel heel erg. Ik weet even niet hoe die Duitser heet, maar als je tegenkomt, doe hem de groetjes. Nobody. Fitness influencers. This booty is under construction. Ja. Leuk. Ja, dat is goed. Maar ze maken eigenlijk de foto ervan af. Dus er zal waarschijnlijk zo'n mooi appartementengebouw of een hotel op de achtergrond staan of zoiets. Op vakantie. Maar ja, ik mag hopen dat die railing en die lintjes er niet op hangen. Want dan is het inderdaad van ja, kont onder constructie. Doe een hard hat op. Waar is de Arbo-wet als je hem nodig hebt? Tom Hanks voice. There's no influencing in baseball. Nou, de kiekje heeft ze tenminste wel. En ik kan dit op zich wel begrijpen. Want honkbal is daadwerkelijk een taffe saaie sport om te kijken. Mijn hemel. Ik ben 1 keer naar een honkbalwedstrijd geweest. Gewoon, manisch depressief. Het is wild. Geen wonder dat Amerikanen zo dik zijn. Want ter verveling ga je gewoon zitten stouwen en eten. Om jezelf maar gewoon bezig te houden tijdens een wedstrijd. Mijn hemel, wat is dat traag. Dit is leuk. This is some premium OnlyFans content. Dat is een leuke woordspeling. Nou, is het bijzonder ongemakkelijk lopen met die dingen? Zijn met een GoPro aan het filmen? Ja, dit is die vakantiecontent met dan vrolijke ukulele muziek. En dan is de saturation een beetje omhoog geknald. Ja, ja, dat is dit. Fijn dat die Twitter-videospeler nog steeds
scheid werkt na al deze tijd. Hoe is dit mogelijk? Elon Musk, je kan raketten de lucht inschieten en ze weer laten landen. Maar oh wee, als je gewoon eens een normale fucking videoplayer kan maken. Can someone please text this dude back? Ja, zeer dramatisch. Het is een beetje die pose die je zo ziet bij theaters. Van, ah, ik heb pijn, ik heb geleden. Ah, dat. Zo, die vibes geeft het af. Personal space, never heard of her. Lekker, zit je gewoon even lekker je broodje met 10 bakken ketchup te eten. Ja. Ja, 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 ja. Ze wil ook gewoon niet vragen van, hey, mag ik er even bij, weet je? Laat maar de videospeler er zelfs in een andere fucking browser ook gewoon broken. Twitter. Why you do this to me? Diplo gets it. I wonder if she ever took a bite of that hot dog. Ja, ja, ja. Vooral lekker interessant doen. Ik heb, ja, nu klink ik tering oud, maar ik heb nog in een tijd geleefd waar niet iedereen een camera gewoon constant in zijn hand had. En dan kan je lekker leven in het moment. Not a phone in sight. People living in the moment. Nee, maar het is gewoon te merken dat als iedereen constant een camera in zijn hand heeft, dat er ook foto's en filmpjes van hele onzinnige dingen worden gemaakt. En het kan tegenwoordig. Dat is gewoon hoe het tegenwoordig is gevormd. Ik maak zelf ook heel veel onzinnige foto's. Ik plaats ze dan niet op social media. Terwijl waarschijnlijk één van jullie zou zeggen, ja, dat doe je wel. Ik weet niet wat mijn punt hiermee was. Maak gewoon lekker foto's. Fuck it. Imagine being stuck in traffic and then finding out this was the cause of it. Een Mustang met een dude bovenop een boom. Moet zeggen, wel heel vet dat hier inderdaad gewoon ruimte is gemaakt zodat auto's er doorheen kunnen rijden. Want ja, om die boom nou te verplaatsen kost, nee, waarschijnlijk minder moeite. Dit is heel erg precisiewerk wat hier heeft plaatsgevonden. Maar hoe gaan ze dat doen met die auto's daarachter? Of maakt de persoon daar helemaal geen foto van? Ik weet het niet, of photoshoppen ze die andere auto's eruit? Maar als ik dit zou zien, zou ik laaiend worden. Ik zou er niks tegen doen. Ik zou alleen heel boos worden. Do you work from home? No, I work on home. Ah, het is een muziekclip. Oké. Het ziet wel uit alsof dat een heel vet shot kan zijn. Ook al is het heel erg bewolkt. Ik ben benieuwd naar die videoclip. Ik ben benieuwd hoe dat shot is geworden. Verantwoord is het niet. De Arbowit schreeuwt zich. Een ongeluk. Never too soon to disrespect the legend Virgil Abloh. Notice how everyone else instinctively just knew not to do this. Die staan allemaal op het gras eromheen. Huh. Ja, weet je wat het geinige is? Dat was te zien in de makkers vakantievideo. Waren we naar Pisa toe. En bij Pisa heb je op een gegeven moment dat grote grasveld. En om dat grasveld staan hekjes heen. En echt om de 2 meter staat er wel een bordje. Niet op het gras staan. En wat zag je mensen doen? Op het gras staan. Ja, dan verlies je gewoon eigenlijk wel een beetje hoop in de mensheid. Als gewoon simpele instructies niet nageleefd kunnen worden. Aan de andere kant, weet je, moet je daadwerkelijk politieagenten of een of andere vorm van handhaving daar rond laten lopen om dat daadwerkelijk handhaven? Begrijpend lezen is wel eens moeilijk. M. Night Shyamalan himself couldn't have written a more surprising and surprise ending. Work it. Oh, how about this, Moes? Yeah, this is it. That's it. Should I show my butt a little bit? Ah. Oh, I'm showing my butt. Dat is lekker. Enzo Knol is taking notes. Huur een rode Camaro. Ga naar de Verenigde Staten toe. Laat akker zien. Ja, oké. Genoteerd, gaan we doen. Bucketlist. Do I hate them or am I jealous of their friendship? Lekker op een treinspoor zitten in de metro. Is het een metro? Het zal wel een coole foto zijn, maar het is niet helemaal de bedoeling. Hebben we gecringed? Stonden de nekharen recht overeind? Dan is missie geslaagd. Dames en heren, bedankt voor het kijken. 2 video's staan hier.
Graag tot de volgende keer. Doei!